Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag een gloednieuwe video. En vandaag gaan we het niet hebben over een cursusachtige verkoper. Natuurlijk wel, maak je geen zorgen. We hebben er weer één gevonden en het is weer een bijzonder type. Ik werd op deze persoon gewezen dat ik allemaal berichten binnenkreeg van ja, hij heeft een soort 1-op-1 coaching, maar het is heel raar, want hij heeft helemaal geen website. Ik dacht, hè? Dat klinkt verdacht. Dus vandaag kijken we naar Xavier Houtman. Dames en heren, stop met wat je aan het doen bent, want ik heb iets heel belangrijks, namelijk mijn favoriete app op dit moment, CyberGhost VPN. Ja. Ben je nou nog steeds niet overtuigd en denk je van, oh, moet ik nou een VPN nemen, ja of nee? Laat mij vertellen waarom je dat zeker moet doen, want jij hebt geen zin om gehackt te worden. Tenminste, dat neem ik aan. Ik niet. Ik heb geen zin om gehackt te worden, maar ik word niet gehackt, want ik gebruik CyberGhost VPN. CyberGhost VPN verbergt jouw IP-adres, encrypt al je data en maakt een redirect van alles wat je op het internet doet. CyberGhost VPN is perfect voor het anoniem surf op het internet. En dat heb je nodig, want ik weet dat jullie viezerikken zijn. Ik weet dat jullie smerig zijn, ranzig, heel erg vies. En die dingen, je wil niet dat andere mensen achterkomen. Dus gebruik lekker CyberGhost VPN. En nogmaals, ik heb het ook al eerder gezegd, thuis is het al belangrijk dat je VPN gebruikt, maar stel je zit in een café of restaurant op gratis wifi. Oh! Daar kunnen ze gewoon alles meekijken als je een VPN'tje gebruikt. Dat is toch verschrikkelijk? Dat wil je niet. Maar het is niet alleen voor veiligheid. Ook gaat er een wereld aan content open. Zo kan je hier in Nederland allemaal series kijken uit Amerika, Brazilië, waar dan ook, die in Nederland niet beschikbaar zijn. En bijvoorbeeld, stel je bent in Amerika en je wil graag B&B Bankzitters kijken. Het is in Amerika niet beschikbaar, maar in Nederland wel. Dan zet je gewoon je VPN op Nederland, dan kan je Amerika gewoon lekker B&B Bankzitters kijken op Prime. Dat is toch top. Je hebt duizenden servers om van te kiezen van meer dan 100 landen. En de app is super gebruiksvriendelijk. Je downloadt hem en begrijpt gelijk hoe die werkt. En nog één groot voordeel. Met één abonnementje kan je 7 apparaten tegelijk beveiligen. Dat is top. Dus jij, je vriendin, je vriend, je vader, je moeder, allemaal. En omdat ik jullie zo tof vind, heb ik wat leuks. Ik kan jullie namelijk 83% korting bieden op een 2-jaar deal. Als je via mijn link in de beschrijving een abonnementje afsluit. Dan denk je, wauw, Koen, dat is echt top. Nou, ik heb nog wat beter. Ik heb ook nog eens 4 maanden gratis van mij. Speciaal voor jullie. Dat is 2 euro. En 3 cent per maand. Nou echt, daarvoor kan je het oprecht niet laten liggen. En vind je het nou helemaal poep? Kan ik me niet voorstellen. Maar 45 dagen money back guarantee. Zonder vraag. Je krijgt gewoon terug. Dus waar wacht je nog op? Ga naar de link in de beschrijving en koop nu CyberGhost VPN. Dit gebeurt er als 20 dropshippers een week samenleven. Wat je gewoon moet gaan doen is focussen op hoe je die sloot kan gaan kraken. En vanaf daar de systemen neerzetten en de werkprocessen uitwerken. Om de oplossing te krijgen. Oplossen? Wens. Wens. Boys zijn nu met elkaar aan het reflecteren. Boys, de boys zijn even aan het reflecteren. Nou, je hoort het alweer. Echt een hele hoop gebakken lucht. Dan krijg je dus een video van 90 minuten. Ik zat even de comments te kijken. En er zijn dus 20 mensen. En 7 daarvan hebben gecomment. Ik mis deze week gewoon. En ik ben pas net terug. Was een topweek. Een van de mooiste weken uit mijn leven. Oké. Nou, wat goed, wat gaaf. Maar hier ziet zijn allemaal toekomstige miljonairs, dames en heren. Let er wel op. Oké, ik zit hier op zijn Trustpilot pagina. Hij heeft een 4.4. Wat als eerst mij opvalt. Het heet No Sheeps. En ik weet vrij zeker dat No Sheeps. Geen woord is. Het is nog no sheep. Enkelvoud sheep, meervoud sheep. Dus sheeps is niks. Hij heeft in zijn bedrijfsnaam zit al een fout. Nou, dat is top. Dat is een topbegin. Dan weet je al, hier moet je geld in investeren. Oké. Bij No Sheep Academy bieden we 1-op-1 begeleiding aan beginners die willen starten met dropshipping. Nou, je raadt het dan niet. Onze unieke masterminds bieden de kans om te leren van andere succesvolle ondernemers. En onze masterweeks zijn speciaal ontworpen om te helpen groeien als ondernemer. Onze coaching wordt zowel live als op kantoor gegeven, zodat je altijd toegang hebt tot onze expertise, ongeacht waar je bent. Doe mee aan No Sheep Academy en geef je dropship carrière de start die het nodig heeft. 1-op-1 begeleiding van ervaren coaches, unieke masterminds, steeds op kantoor. Waar je live bij kunt zijn, masterweeks gericht op zelfontwikkeling en e-commerce speciaal. Ja, hou maar. Nou, gaan we naar de website nosheeps.nl. Die bestaat niet. Dat is wel raar, man. Dat die website niet bestaat. Terwijl, dit was nog 4 dagen geleden upload. Dus ze zijn binnen de afgelopen 4 dagen gestopt. Of zouden ze het veranderd hebben in No Sheep? Dat zou best kunnen. Dat zou goed zijn. Nee, ook dat niet. Maar oké, hij heeft dus een spelfout in zijn naam en de website werkt niet. Oké, alleen de 1 sterren reviews aangetikt. Oké, dat is ook lullig voor mij. Want hij heeft ook 5 sterren reviews. Oké, laten we even in ieder geval. Die 5 sterren zijn allemaal vrienden van hem. Mijn zoon is kapot gemaakt door deze walgelijke oplichting. Sander, de man die zogenaamd miljonair is en rondrijdt in een gehuurde auto, plukt onwetend jongeren kaal. Loopt niets van deze jongelui wijs maakt. Helemaal niet. Eén wat ze doen is oplichten voor eigen gewin. Positieve reviews zijn fake. Zogenaamde vriendenreviews plaatsen. Rick Schuiter zijn gewoon vrienden van deze Sander. Het is allemaal oplichting. Hoe kan je jezelf inlaten met deze mensen? Oké. Nou goed, maar wie is dan deze gozer? Xander Houtman. Iedereen trouwens thuis die zegt Bali's fucking cheap. Bali's fucking cheap. 5 euro per dag. Gewoon de eerste 3 maanden was er gewoon ton uit. Dus dat klopt niet helemaal. Maar ja, kijk, als je gewoon geen geld hebt, kan je gewoon in een hostel gaan zitten. Vrees, dat ga ik nooit doen. Maar als je gewoon 4000 uurtjes gaat op luxe plekken eten, je gymt op luxe dingen. De gym is bijvoorbeeld van 300 euro per maand. Ja, het is echt geen 5 euro gym of zo. Wat? Hij zegt? Bali, hier zijn Bali's goedkoop. 5 euro per maand, dit dat. Eerste maand bij hem was er al een ton uit. Waaronder 300 euro voor de gym. Ja, dat is dus echt wel eentje, dat moet je wel opletten. 300 euro voor de gym. Dan blijft het nog wel 99.700 euro over die hij uit moet geven. Maar het is een goede plek, man, Bali. Maar het is een goede plek, man, Bali, ja. En ik heb dan een beetje het gevoel van, ik creëer dat.
ik creëer voor jullie eigenlijk een soort andere toekomst. Oké, okay, lief. En dat geeft me echt een heel goed gevoel. En ik help echt mensen in plaats van dat ik bullshit verkoop. Ik geef masterminds, we huren villa's. Villa's, ze zijn in villa's, man! Wekelijkse challenges. Langskomen op kantoor, bouw banden op. Ik geef mensen nieuwe inzichten. Ja. Ik geef mensen meer geld, letterlijk. En als je dat dan een soort van op je hebt, dat is veel leuker dan een product laten leveren. Oké, hij heeft dus nooit zelf een product geleverd, denk ik. Of in ieder geval doet dat nu niet meer. Want nu is hij gewoon één wat hij doet, één op één coaching. Kijk, mensen, ik zeg niet dat coaching niet bestaat. Dat zeg ik niet, want dat bestaat echt wel. En sommige mensen hebben dat ook echt wel nodig. Maar ik geloof gewoon niet dat als jij naar Xander Houtman gaat, die 21 jaar oud is, dat die jou gaat vertellen hoe je het best een business kan runnen als je dat zelf nooit gedaan hebt. Dat geloof ik gewoon niet. Maar nu runt hij wel een business, want hij verkoopt het idee dat hij weet hoe je business kan runnen. En daar verdient hij dus geld mee, waaraan hij dan wel een tonnetje per maand geeft in Bali. Want dat sportschoolabonnement, dames en heren. €300. Ja, en nog €99.700 en andere dingen. Maar €300, dames en heren. Volg jouw passie. Heel veel mensen gaan je vertellen dat je passie moet volgen in ondernemen. Dat het leuk moet zijn. Maar dat is niet waarvoor je wilt gaan. Je wilt voor het geld gaan. En ik snap natuurlijk dat je een leuke business wil bouwen en er plezier in wil hebben. En dat kan ook echt. Maar heel veel mensen proberen een passie te volgen terwijl er veel meer klaar ligt. Ik persoonlijk ga zoeken naar het beste businessmodel, wat mij op korte termijn het meeste geld kan opleveren. En... Maar je zei net al, het is niet leuk om een product te maken, want ik wil mensen helpen. Dit is gewoon weer een gozer die zegt, volg niet je passie, dames en heren. Volg je passie. Doe wat je leuk vindt. Geloof mij, je kan echt veel beter, minder verdienen, elke dag eens doen wat je leuk vindt. Dat je iets meer verdient, elke dag met een kutgevoel gaat doen. Dat werkt niet. Geld gaat erbij niet helpen. Geloof mij nou. Geloof mij nou. Toen ik mijn eerste, 80.000 euro had gemaakt, toen het nou allemaal opgemaakt. Ja, ik had niks meer, laat maar zeggen. Ik was echt weer helemaal... Dus dat forex verhaal, toch? Ja, en met marketing en aan het spenden, laat maar zeggen. Dus toen ben ik die 80.000 euro helemaal verloren aan dom kleding uitgeven. Gewoon domme shit, laat maar zeggen. Domme shit. Niks meer, echt. Ik had echt niks meer gewoon. Ik denk dat ik mijn laatste 1000 euro zat. En als je van 80 naar 1000 gaat, echt fucked up. Ja. Nou, wel goed dat je naar jezelf luistert en dan niet een ton per maand gaat uitgeven voor Bali aan de sportschoolabonnementen. Dat is wel top. Dit is wel een verstandige jongen. Dit lijkt mij wel een jongen waar je cursus of een coaching sessie van wil. Dit zijn verstandige gasten. Van 80.000 naar 1000 euro. Dat is wat jij ook wil. Heb je nu 80.000 euro op je rekening? Ik kan jou coachen om dat weer 1000 euro te maken. Ik kan ervoor zorgen dat jij 1000 euro krijgt. Maar moet je wel met 80.000 euro komen. Daar ben ik namelijk mega in. Dat is mijn specialiteit. Hello sir, what do you do for a living? This is mooi, dude. Hello. Doe het goed. En we hebben gewoon een attractie naar hier gebracht. Kijk die mensen daar ook al wel kijken, maar shit, hoe is het daar zijn, man? Dit is niet normaal. It's 50 euro's per picture, hè? Bro, besef dit. Bro is aan het flexen dat mensen op de foto gaan met zijn huurauto. Bro, dit is een van de ziekste dingen die ik ooit gezien heb. Hè? En we hebben gewoon een attractie naar hier gebracht. Oh, en zo hard praten ook. It's 50 euro's per picture, hè? 50 euro's per picture. Vorig jaar had ik hier letterlijk een boete gereden van 25.000. Huh? Ik begon allemaal met eigenlijk driften. Toen begon het met 3000 euro. En toen kreeg van de politie dus een 3000 euro boete. Ja. Toen moest ik naar de company waar ik de auto verhuurd had. Moest ik nog eens 2000 euro betalen. Een tijdje hebben ze nog 20.000 euro op mijn creditcard opgeswiped. Want ze zeiden die fucking auto kapot gemaakt. Dit verhaal, ouwe. Oké, hij krijgt een boete van 3000 euro. En dan krijgt hij 2000 euro bij. Hij gaat de eerste driften met een gehuurde auto. Moet je lekker zelf weten. Op zich kan je ook gewoon niks omgaan met spullen van andere mensen. Maar prima. Je gaat driften met een gehuurde auto. Je krijgt een boete van 3000 euro. Nou, dat zal wel terecht zijn. Daar plakken zij 2000 euro bovenop. Wat mij heel veel lijkt, maar oké. En daarna hebben ze nog 20.000 geswiped van zijn creditcard. Omdat hij de auto kapot heeft gemaakt. Wat dan wel zo zou zijn. Denk ik. Twee dingen. Als het zo is, wat mega dom. Holy fuck, wat dom, ouwe. Maar wel typisch iemand waar je graag coaching van wil hebben. Dit zijn wel de mensen die je naar een hoger level kunnen brengen. Dat is top. Als het niet waar is, wat triest dat je dit bedenkt. In allebei de gevallen is het kapot triest. Ik wil wel cursus van deze gast. Ik wil het ook, man. Ik wil ook 25 euro boete. Of een ton uitgeven in Bali. Of een 80.000 euro naar 1000 euro. Hij is oprecht het voorbeeld van iemand die je totaal niet moet volgen. Oh, absoluut niet, gewoon. Heet het hier? En vind nog. Het is wel een dikke plek, man. Dubai Vice krijg je gewoon. Bro, let op. Je hebt 40 euro betaald. Die is gewoon, inkoop is gewoon een tientje, man. It's a dropship on us, man. Shit. That bitch with her hair on rope, Olivia Pope, it's one big scandal. 22 with the... Yeah. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik heb echt nog niks van deze gast gezien. Waarvan ik denk, dit is een verstandige jongen. Hier moet je geld aan geven om bij hem een coaching te starten. Goed nieuws, het kan ook niet. Want hij heeft geen website, geen Instagram. Dus dat is wel weer fijn. Maar dit is echt... Doe maar een beetje denken aan Brent, heb je dat ook? Ik ben op Cartier, ik bestel die champagne, oogje van LV, of Balenciaga. Het was de eerste keer dat ik hier was, maar in het algemeen was het erg leuk. Veel interactie ook met iedereen, dus niet de grote groep, maar wel perfect om... Yeah, let's go! Het is wel tof om te zien dat rapper Shorts ook coaching krijgt van Xander Houtman. Wat een oefening. Met een pijl breken, met je kill. Maar nu is het geen hyper, het is best wel spannend om even te doen. Kom op! Hoi!
Klop, klop, klop. En één keer. Ah, ah, jongens, hij bloed. Studio, niggas usually send their verses back to me and they be terrible just like a 2-year-old. I love a dinner with some fine. Wat moet ik er nou over zeggen, mensen? Zal ik deze gewoon skippen? Als in, ik zeg hier wel gewoon niks over. Kan ik erover zeggen? Een pijl breken met je nek. Ja, weet ik het, jongen. Ik ben wel blij dat ik eigenlijk basis heb gedaan. Want daardoor heb ik juist heel weinig geleerd van het systeem. Mm-hmm. Als ik kijk naar sommige mensen, die hebben heel erg veel geleerd van het systeem. En ja. Ook de normale manier ondernemen. Dat is niet the way to go, man. Als je snel rijk wordt, dat is een andere manier. Snel rijk worden bestaat niet. Het bestaat niet. Of je moet een app bedenken die heel veel mensen downloaden, maar anders bestaat het niet. Het kan niet. Als in, het kan wel, maar dan moet je ergens gewoon random een keer geluk hebben. Het is niet dat er een cursus is naar snel rijk worden. Dat bestaat niet. Want als hij dat zou hebben, dan zou hij dat echt niet delen met mensen. Dan zou hij dat zelf doen. De laatste tijd word je er dus helemaal mee overspoeld. Iedereen. Oh, hier. Snel rijk worden is bullshit. Ja. Ja. Ja! Online van, hey, dit kan je doen in een week, dit kan je regelen en zo doe je dit en zo doe je dat en dit moet je zo doen. Maar uiteindelijk is ondernemen gewoon een lange weg. Het is een proces waar je in gaat, waar heel veel tijd, geld en moeite in zit. Ja! En het is helemaal niet dat iedereen ervoor gemaakt is. Nee! En het is ook helemaal niet dat iedereen meteen zijn 9 tot 5 kan starten en al dat soort dingen. Mensen begrijpen niet. Als jij een business gaat runnen, dan moet je echt vanaf 's ochtends tot 's nachts met je business bezig zijn. Wil je er echt groot in worden. Maar mensen zeggen letterlijk dat je binnen een paar weken je 9 tot 5 kan opzetten en volledig vrij kan leven. Maar dat is de grootste bullshit die er maar is. Bro, dit is letterlijk wat ik net zei. Het is letterlijk alsof hij deze TikTok net gemaakt heeft omdat hij dit gehoord heeft. Maar in die TikTok ervoor... Als ik kijk naar sommige mensen, die hebben heel erg veel geleerd van het systeem. En hier ook de normale manier ondernemen. Dat is niet the way to go, man. Als je snel rijk wordt, dan is een andere manier. Maar, hé? Je zegt het één in één TikTok en dan letterlijk compleet het omgekeerde in een andere TikTok. Dit is dag 6 van een 0 naar 50.000 euro challenge met een appjet van 1000 euro. Vandaag zitten we op 2000 euro omzet met een winstmarge van 700 euro. We zijn weer een beetje back on track. Vorige keer was het natuurlijk iets minder door de cashflow problemen, maar we hebben de payment slip gehad, dus we kunnen nu weer schalen. Ook hebben we een nieuwe winnaar gevonden die we ook hard aan het schalen zijn. En we zijn natuurlijk nieuwe producten aan het testen. En in de volgende video zitten we op 1 week van de challenge en daar ga ik echt een shitload aan dingen weggeven. Dus mocht je me nog niet volgen, volg dan snel, volgende video wil je niet missen. Oké, hij deed hier dus een dag 6 van de 0 naar 5000 euro challenge. Met een advertentiebudget van 1000 euro. Nou, dat is leuk. Kan natuurlijk nooit checken of het zo is, maar prima. Dag 6 was 27 april. Dan zou je zeggen, dag 7 is 28 april. Is dag 7? Dag 7 is 17 mei. Dat is een maand later. Hè? Huh? Dat is echt raar, man. Dat is een rare challenge. Hoe kan dat nou? Is het niet echt of zo? Dus hier op dag 13, dat is 23 mei. Oké. Okay. Vandaag zitten we op 1000 euro. Dit was de laatste serie van zijn zieke reeks van... Vandaag is het dag 23 van de 0. Is het 23 of was het 24? 22. Vandaag zitten we op een omzet van 1000 euro met een winstmarge ongeveer van 300 euro. Beetje hetzelfde als gisteren, maar we zijn weer kleine stapjes aan het maken. Dus eigenlijk loopt het gewoon prima. We proberen weer rustig op te bouwen, zoals ik zei, na die 3, 4, 5k dagen. Als het goed is, gaan we de challenge wel halen als ik het zo bekijk. Okay. Nu hebben we dus weer een grote payment slip en kunnen we het weer vol tippen. Top. Dit was 6 juni. Het is nu op, dat ik het opneem, 26 juli. Dus dat is bijna 2 maanden geleden. En dit was de laatste aflevering. Dus komt het dan op neer dat hij het gefaald heeft. Die heeft hij het dan niet gehaald. Dat zou er verschrikkelijk zijn. Hoe kan dat nou? Dat is raar. Maar dit was in ieder geval de laatste aflevering. Maar misschien, ik hoop echt dat dag 24 tot mijn dag 30 nog komen. Want ik ben echt reuze benieuwd of hij het haalt of niet. Dirk Kuyt in Bali. Wat een topplek. Voor mensen die vroeg afvroegen waar we zaten. Sunday. Zelfs Dirk Kuyt zat naast ons. Ik ken hem. Dirk Kuyt zat naast ons, ik kende heel die guy. Maar ik denk dat hij wilde zeggen, ik kende heel die guy niet. Want waarom zou hij zeggen, ik kende heel die guy? Dirk Kuyt zat naast ons, ik kende heel die guy. Niet. Nou, te gek. Een TikTok maken, weet jij wie dit is? Dirk Kuyt. POV is een killer worker in een $300 subscription gym. Ik zeg je eerlijk, als dit de gym is waar jij $300 voor betaalt met een behang van een plan, dan word je genakt, man. Ik zeg je eerlijk. Dames en heren, dat was Alexander Houtman. Ik zou graag nog zijn website bespreken. Dat kan niet, want hij heeft geen website. Super raar. Waarom dan ook dit mag blijven bestaan, terwijl die website niet doet, vind ik heel raar. Hoe kan dat? Ik wil je bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je dit leuk. Ik niet. Wil je nog een vervelende cursus verkopen, stuur me zeker een Insta-DM en dan ga ik er achteraan. En vergeet niet je CyberGhost VPN deal te getten. Linkje in de beschrijving. Go get it. 83% korting, mensen. En 4 maanden gratis. Wow, wat een deal.